Hallo dames en heren, planten, diktegroei en jaringen. Kort lesje. Nou, we kennen de lengtegroei in de groeipunten met name. En dat ontstond doordat er een meristeem was, een laag van delende cellen. En onder andere die lengtegroei werd veroorzaakt door heel veel wateropname in de vacuolen, waardoor celstrekking plaatsvond. De diktegroei gaat ook met een meristeem, maar dat meristeem ligt in een cirkel, in een ring. Dus als het ware dit in een rondje ligt, nou, dan krijg je diktegroei van. Nou, die ring, dat ringvormig meristeem, dat noemen we ook wel het cambrium. Nieuw woord. Het cambrium, hier zo rood getekend, bestaat dus uit allemaal cellen. En die cellen kunnen zich delen. En ze zetten cellen af naar binnen. Dat noem je, X getekend hier, xyleem. Dat zijn houtcellen. En ze zetten cellen af naar buiten. En dat, phloem, dat zijn de bastcellen. En als hij dat doet, dan krijg je als het ware dat die ring naar buiten toe groeit. Dus naar binnen toe ontstaat meer en meer hout. Nou, naar binnen toe houtcellen. Later even meer over wat die houtcellen precies doen. En naar buiten toe bastcellen. Later even meer over wat die bastcellen precies doen en worden. Nou, het cambrium, doordat die naar buiten groeit, wordt die ring zeg maar groter. Nou, dus dan zou die gaan scheuren. Dat moet natuurlijk niet. Dus ook hier binnen in die ring worden ook cellen tussengevoegd, want anders zou die ring scheuren. Je krijgt jaringen. Hier zie je jaringen van de boom. En een jaring is zeg maar al het hout wat in één jaar gevormd wordt. Maar ik zie hier verschillende kleurtjes. Het is niet zo dat het ene jaar een ander kleurtje is als een ander jaar. Nee, één jaar is als het ware een stukje licht plus een stukje donker. Dat is één jaar. En het begint eigenlijk met het licht. Dat groeit natuurlijk naar buiten toe. Dus eigenlijk is dit één jaar een licht stukje plus het donkere stukje. Dat is één jaar. En het volgende jaar is weer het lichte stukje plus een donker stukje. Nou, hoe komt dat? Dat zal ik zo uitleggen. Het voorjaarshout heeft wijde houtvaten met dunne wanden. In het voorjaar moet er een heleboel water omhoog. Alles moet weer uitlopen. Celstrekking nodig. Allerlei groei vindt plaats opeens. Heel veel water omhoog. Betekent dat er als het ware hele grote rietjes moeten zijn. Waarbij veel water omhoog kan. Dan heb je dus ook iets dunnere wanden en grote holle ruimte. Oftewel, het hout is ook wat lichter van kleur. In de zomer is het allemaal wat minder. En dan krijg je wat dikkere wanden. En de rietjes zijn als het ware wat kleiner geworden, om even rietjes te noemen. Maar goed, daardoor ontstaat er wat donkere kleur door de iets dikkere wanden van de cellen. Dus het zomerhout, nauwe houtvaten met dikke wanden, donker gekleurd. Hij krijgt een hele duidelijke jaargrens, omdat de herfst en de winter, dan is er geen cambriumactiviteit. Dus wat krijg je dus? Je krijgt dus voorjaar heel veel groei, heel veel. En dan krijg je de zomer en dan even de hele tijd niks. En na niks komt er dus weer voorjaar. Dus daarom krijg je een hele duidelijke grens van donker naar paf, in één keer weer licht. Makkelijk. Het heeft niks te maken met spindhout en kernhout, dat is weer een ander verhaal. Hoe dan ook, doordat er naar binnen toe weefsel afgezet wordt, hout, daardoor wordt het eigenlijk binnenin een beetje samengedrukt. En als het binnenin samengedrukt wordt, dan krijg je een wat compactere kern. En daardoor, als die rietjes allemaal samengeperst worden, kunnen ze niks meer vervoeren. Dus het kernhout vervoert eigenlijk niks meer. Dus het spindhout moet dat doen. Eigenlijk het wat jongere hout, wat de laatste jaren gevormd is. Dat hout heeft nog functie. Als het wat ouder wordt, dan zal dat wat samengedrukt worden. Het spindhout vervoert dus van alles. Daarbij heb je nog binnen het spindhout natuurlijk houtcellen en bastcellen. Die hebben weer iets andere functie. Er ontstaan ook mergstralen. Hier zo zie je die mergstralen. Een soort spaken. Dat zijn parenchymcellen. Die zijn gevormd ook weer door het cambrium. En die zorgen voor radiaal transport. En het is ook trouwens vrij logisch, doordat die boom natuurlijk naar buiten toe groeit en de omtrek steeds groter wordt, krijg je af en toe ook behoefte aan groei tussenin, als het ware. Dus niet alleen maar naar buiten toe groeien, maar ook in de breedte als het ware nog wat groei. Nou, die mergstralen vangen daar heel veel van op. En radiaal transport is daardoor ook mogelijk. Het is gelijk ook een functie. Hier zie je zo'n mergstraal. Hier de binnenkant, de kern van de boom. Hier linksboven, als het ware, richting bast aan het gaan. Nou, er zijn dus ook op deze manier mergstralen te zien in bomen. Parenchymcellen. En er is dus transport
mogelijk richting de kern van de boom en vanaf de kern richting de bast. Hè, daar is gewoon transport mogelijk. Ik ken ook nog kurk, helemaal aan de buitenkant van de boom. Hier zo zie je een boom die is helemaal ontdaan van zijn bast. Nou, het is niet helemaal precies zijn bast. Het is eigenlijk de buitenste laag weer van de bast. En ik laat het je zo even zien. Want wat is hier nou eigenlijk afgepeuterd? Als je echt de hele bast er ook nog af zou halen, dan haal je dus de bastvaten weg. En allerlei belangrijk transport is dan niet meer mogelijk. En dan zou de boom doodgaan. Nou, en zo'n boom die kan je een aantal keren in zijn leven, hè, vanaf zijn 40ste jaar, wordt die kurk vaak geoogst. En om de zoveel jaar, ik weet niet precies. Maar hoe dan ook, hier zie je het cambrium, waarbij aan de binnenkant hout wordt afgezet en de buitenkant bast. Maar helemaal aan de buitenkant, daar ontstaat een soort kurklaag. Dus daartussen moet dus ook een of andere kiemlaag zitten. Ja, en dat zit er ook wel, dat noem je ook wat kurkcambrium. Eigenlijk heb je een soort twee cambriums hier. Hier het gewone cambrium. Maar hier ook, ja, zwart getekend, is een laagje die continu naar buiten dus een soort kurk afzet. En ook allerlei, ja, scheuren en dergelijke van die mergstralen. Ja, er ontstaan ook holtes en dingen die kunnen ook vaak gevuld worden met kurkweefsel. Dat is natuurlijk een hele slimme manier om op die manier eigenlijk indringers binnen een boom ook te voorkomen. Maar kurklaag dus. Dus deze boom, kurk. Tot zover.